Kapper. Jullie weten of jullie weten het niet, we hebben dit stadsbreed debat, want dat is de bedoeling. Rick Pinksten, hartelijk welkom. En het zal ook zo zijn dat we bij elk van de thema's een beetje een andere snede maken. De vraag is vooral wat kan en ik denk eerlijk gezegd ook wat moet men op stadsniveau dat durven doen. Welke belangrijke ommezwaai kan men zelf maken, waar kan men meer of anders zo? Kort, wat draagt u mee aan boodschap van Rick Pinksten? Wat zijn volgens u de uitdagingen als het gaat over leven in de stad Gent in het bos? Nou, we nemen op de lange termijn een evolutie zal zijn die alleen maar te vergelijken is met het sedentaire of inderdaad een totaal andere manier van leven en steden van analyses. Maar ik denk dat hij toch wel een schakel vergeet. Namelijk het probleem, men heeft in de inleiding gezegd dat over leven en onderhandelen inspraak ging. Ja. En dat aspect is niet in zijn analyse aan bod gekomen. Nee, dat klopt. En we luisteren wel naar argumenten. We leggen ook alle argumenten. En dan moeten wij keuzes maken. Als dat niet uw keuze is, dan wordt gezegd: je luistert niet naar ons. Nee, dat is de zaak van de zaak. Ja, ik vat even samen. Wij zijn als bevolking mondiger geworden en dus moet het gemeentebestuur mee. Ik laat jullie niet meteen meer reageren. Ik vraag een tweede of derde, vierde reactie nog. Ik vind dat wij als burgers een heel veel opgevoerd worden. Windmolens op zich hebt u niet zo tegen, maar u hebt een